Welkom bij Champions Classics, een samenwerking tussen Koelkas Sport en Proximus Pix, waar wij Koelkast Sport door de archieven gaan van Proximus op zoek naar de beste beelden, de beste wedstrijden, de beste seizoenen, de beste campagnes in de Champions League. Ik zit hier vandaag terug met mijn lievelingscompaan, Brian Suarez Duarte. En voor de eerste keer in deze reeks: ja. een speciale guest, een Arsenal fan, Oef. maar die toch ook is over de Champions League was oh, hey, De, hey, so de so enige so echte these. Bob Dicanda. Thanks for the invite. Ik denk dat we Arsenalfans moeten bannen van deze show, man. Nee, maar ik denk dat we zo uit liefdadigheid af en toe wel een Arsenal-fan... Zo fan. het gevoel met je krijgen voilà. van: uh, oké, okay, de conversation. Vorig okay, jaar, okay. jaar Andy, dit jaar Bob, volgend jaar niemand, want uh, okay, okay. iedereen gaat jullie club verlaten. <laughs> maar we hebben wel een legende van een van jullie grootste rivalen, ja. waarvan, of waarover we vandaag willen spreken. Uh, omdat hij een speler is die de Champions League wel heeft gemarkeerd in zijn carrière, dat moeten we gewoon geven. En die misschien zelfs behoort tot. De meest underrated spelers, ja. als ik het zo mag zeggen. En dat is Garrett Bale, man. De enige echte. Sigaret, sigaret, sigaret. Sigaret, sigaret. <laughs> Topballer, man. Top maar het is wel zo, Bale in de Champions League, ja, dat is wel een speler waar we het niet genoeg over hebben, denk ik soms. Maar als je dan gaat kijken naar en Palmares en belangrijke momenten en doelpunten, dat je wel beseft van, ah, eigenlijk heeft hij gewoon zijn ding gedaan. Ik denk dat Bale een van de meest iconic momenten heeft in de Champions League. En welke is deze? Die versnelling op Maicon? Ja, dat is. Die ga je altijd onthouden. En, en dat was ook zo voor mij, denk ik, zo'n sleutelmoment in Maicon's carrière. Zo van, ik ben het niet meer. Ja, dat toen is, was Maicon is... echt wel zo. Maicon was Dirk. Maar Maicon ja, was daar. hè. Ja. was daar. Ja. Was daar Mycon en na denk, daar, nou, die wist hij Ik denk dat ze het maar gezien Van oké, okay, Daniel is. Kom maar. was dit, ik ging... was dit toen nog? Was het was, die, was die, uh, toen de uh, jaar dat je de transitie had gemaakt van bak links naar links voor. Bill. ja dat was toen dat was daar jaar toch nee hij was toen nee, hij links was linksback toen, toen, toen was links hij back. nog linksback ja. 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 en inderdaad Maicon want voor de mensen die het misschien niet weten of niet meer weten ja Dani Alves was de guy op rechtsback bij Brazilië mm -hmm. en dan was er een periode Maicon ja. en hij had Dani Alves gewoon of op de bank gezet of op een andere positie gezet want Maicon was de rechtsback ja en ik weet niet of dat deze wedstrijd het einde is van die era, Maar dat is het begin van het ja, einde. Ja, dat is het begin, ja, begin van het einde. Want toen hadden ook speels door. van, eigenlijk Michael, Want Michael was zo. Vroeger zo de. En, en we moeten het ook over Bill hebben. Maar hij was zo de complete verdediging. Hij was mm -hmm. snel. Hij kon goed voetballen. Hij was stevig. Zeer stevig. En, en toen dat je zag dat Bill hem op die manier had versneld, was zo van ah oké. Okay, hij is nu te pakken. Maar was hij, voor, hij was vooral een goede one-on-one -on -one defender. Maar ik vond hem echt goed. Mm. Man op man was hij echt maar ja. die one on -one is inderdaad verdwenen op een <laughs> avond in Milan. Mm -hmm. Dat is mijn eerste vraag die ik had staan van, ja, wat is onze eerste Champions League herinnering als het gaat over Gareth Bale? Is het voor iedereen dat moment? Voor mij is dat. Want ik vraag me ook af, de mensen die de Premier League kijken, die hebben wel al flitsen gezien van Bale op dat moment. Maar het is nog niet de Gareth Bale die daarna middenvelder wordt en rechtsbuiten en nummer tien en al die zaken. Maar naar de wereld toe was dat moment wel zo de Oh, wacht. Maar wie is die guy? Het grappige verhaal van dat seizoen is eigenlijk in de zomer, dus de zomer mercato voordat het seizoen startte, hij verkocht worden. Ja. Niet gebeurd. Asouykoto -E valt valt uit. Linksback. Hij krijgt dan toevallig zijn kans en ik denk ook dat zijn eerste Champions League wedstrijd ooit dat hij speelt. Ik heb het niet helemaal jas gezegd, misschien wat ze wel belangrijk. Maar ik denk zijn eerste dat jaar trekken. sowieso wel. Ja, het was eerste de, jaar. Ja, de, de eerste ik denk dat zijn eerste wedstrijd de Champions League jaar, ja. En hij ontploft meteen, snap je? En toen hadden ze het door: van ah, we hebben elk wel hier een wapen op de linksback zitten. Want ja, hij heeft dan heel lang op de linksback gespeeld voor Spurs. Ja. En ik denk dat ze het daarna doorgaat: van ah, maar die is te offensief zo goed. Uh, om hem daarna te gaan gebruiken. Ik weet wel dat het zijn eerste UCL goals was. Daar heb ik zeker op geschreven. We hebben de beelden hier ook klaar staan. Dus ik stel voor dat we er even terug naar kijken. Want het is inderdaad wel. Dat is zo: over alle Champions League herinneringen dat je hebt. Je moet af en toe zo'n paar dingen uit je hoofd zetten. omdat je nieuwe herinneringen maakt. Ja. Beel tegen Inter Milan gaat er nooit uit. Maar, hoog, deze, blijft, maar. deze blijft, hè? Dat ja, ouder, deze blijft. Ja, sowieso. Deze blijft. Op dat moment is zo van: die jongen is linksback. Kijk, ik denk percent. dat iedereen wel wist wat zijn potentieel was om ja. hoger te gaan staan op het veld. Maar dat daar heeft, dat was het eerste besef van zo. Ah ja, maar die heeft ook gewoon fysieke attributen die gewoon ver boven de rest zijn. Weet je? Hij heeft gewoon getoond: van ik ben iemand en ik kan iets doen. En ook gewoon weer hè, de hele omstandigheden. moeten er dan inderdaad niet bij zijn, is er dan wel bij. Um, speelt dan die wedstrijd toevallig. Maakt ineens drie doelpunten. En daarna was ook wel de vraag van. Toen ik tot terugkwam van. Ja, wat gaan we nu doen met mm -hmm. Bale? Want ja, je kan hem niet. Want dat is het hoogste niveau. Dus ja. je kan hem niet eens opzij gaan schuiven. En ik vind wel hè, die hele evolutie. Want ik weet nog die Spurs-team. Aaron Lennon, Bale. Dat waren toen voor mij, ja. Dat was heel leuk om te zien. Ik denk dat hij van der Vaart uh, daarna... Rafael Van der Vaart was er ja. je ja. ja, dus hebt ja. wel een, een leuk Spurs team. Mm -hmm. later ook met Javier en zo, dus ja. dat ja. was wel. Maar in was er te nog altijd nog Jermaine. Ik denk dat hij die, die jaren misschien nog was, misschien op de bank. Dat weet ik niet exact. Maar ik weet ook dat ja, wat interessant is aan deze Gareth Bale is, hij start dan zijn linksback en je moet denken en hij wordt daarna de vervanger van Modric. Ja. Want Modric is dan heb je een Mozart bij Tottenham en hij doet alles. Die vertrekt dan naar Real. En Beel evolueert in een soort Cristiano Ronaldo 2.0 of zo. Mm. Ja, man. Versie van, snap je, een winger die eigenlijk. Die kom op was echt. Ja, een winger. Weet je, Cristiano is zo. Cristiano is echt. De, de, ja, het is een winger, maar hij scoort als een spits. Mm -hmm. En Beel werd zo'n nieuwe versie van zo. Ja, die begint wel op rechts. Maar het, is, het gaat er gewoon om als die binnen de 25 meter de bal krijgt. Dan gaat hij trappen en dan is het doelpunt. En mm. dan gaat hij beginnen op voorzetten te scoren. En dan gaat hij. En er was zo'n ding van en hij begint aan vrij te trappen als hem te trappen. En er was echt een ding van zo wow. hoog. Ah ja, hij heeft echt wel die comparison gemaakt. Ja, ja. Dus hij echt zoiets ja, van, joh, dit is gewoon een 2.0. Hij doet het in de Premier League, dus de Premier League heeft zoiets van, Yo, we zien Ma het. Maar hij had ook zo'n streak, zo dat hij, denk je zo'n 4-5 wist op een rij, een laatste minuut scoorde. Ja. Ik denk zelfs meer. Ja, dat In de Premier League. Zo, ja, ja, dat en was, en, en hij was, het was echt zo van, en inderdaad, Geef zo, hem de bal. hij begon die persona te krijgen van, ah, laatste 5 minuten met just moet je shoot. Want ik nog met mm nog konden Hij -hmm. zat veel, Hij veel. 40 meter, hij zat heel veel. Uh, by the way, het was niet zijn debuut, we zijn, maar het zijn debuut wel een paar weken ervoor gemaakt. Ja, in dat seizoen. Maar. Ja, inderdaad, ja. tegen uh, Werder Bremen. Ah, ja. Maar ja, je ziet gewoon... Ja, ik, ik, ik was gewoon... En het ding is, met Beel was heel veel frustraties, want... Hè, we zien dan bij Spurs een iets hè, magere, jongere, uh, magere speler die hè, een beetje wel flexibel was. Uh -huh, en dan gaat hij ja. naar Real Madrid en komt hij ineens als een beest aan. Peer. Maar je ziet wel ja De, de kwaliteit, hè? die afstandsschoten blijven erin, die vrije trappen blijven erin. Dan komt het naar Real Madrid en wordt dat een beetje opzij geschoven. Want ja, je gaat niet vrije trappen afnemen van Ronaldo. Maar je ziet wel hè, hoe klein de Spurs hun geschiedenis is in de Champions League. Ja. Mensen gaan wel die ene wedstrijd altijd wel ja. onthouden tussen uh, Spurs en, uh, en, en Inter Milan. En dan zie je ook dat laatste jaar bij Tottenham. Ik ga nu over de Champions League, maar even in de Premier League. Ja, 20 wedstrijden, 11 doelpunten, 2 assists. Ja. Voor een speler die. In die ploeg en het was hij geblesseerd. Hadden, hij was de geblesseerd. Hij ja. was geblesseerd de, la de laatste jaar bij Tottenham was hij geblesseerd. En dat waren nog zo. En ze haalden nog top 4. Dat waren nog zo super, super getallen voor wingers. Ja. Want nu kijken we naar ja, 30, ja, 40 doelpunten per seizoen. Maar dat waren wel super statistieken. Ja. En inderdaad ook wat je zei van. Hè, Modric viel daar weg. Wie was aan de volgende persoon die ging mm -hmm. opstaan. Want ze hadden wel goede spelers. Van der Vaart, ja. goeie speels, de Vaart, de Modric. Ze waren wel goede spelers. De Foul ook. En dat was een beetje raar. om, Want het was ook een beetje moeilijk om een speler als beeld te gaan halen. Want Modric was ook niet echt top vertrokken. Dus iedereen vroeg zich een beetje wel af: van, okay, kunnen spurs spelers wel die stap naar boven ja, maken? Ja, of is dit een ja. beetje een seeding? En Bale is gewoon ja, een perfecte, perfecte voorbeeld. Dan gaat hij naar Real Madrid. Ja. Um, en ik heb mijn documenten een beetje zo in twee delen opgeschreven. Uh, dus welkom, Mr. Bale. Uh, dat was bij, dan, uh, bij, uh, bij Spurs. En nu heb ik: uh, Buenos dias, señor Bale. <laughs> Want uh, in zijn uh, eerste jaar bij Madrid scoort hij dus zes keer. Uh, en zijn eerste doelpunt was tegen Juventus. Dus die kunnen we ook zo meteen ineens afspelen. Maar als we dan kijken naar Bale, zijn passage bij Real Madrid. Wat je niet. Ik, ben, ik ga kort met Brian, wat je gewoon niet kan ontkennen is. Hij heeft veel kritiek gekregen, maar in Deliver, clutch bro. moments. Deliver. Is hij een van de meest clutch spelers die er zijn, snapte? En dan heb je het inderdaad over La Decima. heb je het over de finale tegen Liverpool. Maar hij is altijd aanwezig geweest. En ik vind. Zelfs buiten de Champions League, ook voor Real, ja, is hij heel Copa aanwezig geweest. Rey. Copa del Rey, die een beetje de maxpositie terug verandert tussen Real en Barça, ja. is hij ook de man. Exact. Als je kijkt dan bij Tottenham, inderdaad, zo van Modric is weg, iemand moet opstaan, dan was hij ook de man. Bij Wales, Wales dat, dat zelfs geen verwachting heeft als het om voetbal gaat, als we eerlijk zijn, staat ja, hij op en is hij ook de man. Maar weet je, halve finale halen, dus... maar is hij dan niet een speler die we gewoon te veel hebben gedisrespect in voetbal? Het ding is, hij heeft zichzelf een beetje in, in, de, in, in de voet geschoten, want ik denk ook die is heel vroeg op pensioen gegaan, um, dan ook daarna een beetje, want zijn laatste periode bij Real Madrid was niet, uh, ze waren hem een beetje buiten, waren niet vertrekken, ja exact. En dan zegt hij van ja, uh, uh, wat was het Wales, golf en dan Real Madrid. Ze ja. dus heeft zichzelf een beetje, uh, als we kijken naar de recente jaren een beetje, uh, zichzelf een beetje kapot gemaakt. Um, mm. En ik denk ook gewoon die lange periodes met blessures, echt nooit eruit kunnen komen, want het was ook wel Drie wedstrijden, beeld goed, daarna geblesseerd. Drie wedstrijden, beeld goed, daarna weer geblesseerd. Dus dat is een beetje een vertekend beeld. Maar als we kijken nu naar de beelden van jaren geleden, bij Spurs en dan bij Real Madrid, bij het grote Real Madrid. Mm -hmm. Ja, dan moet je hem zijn flowers geven. Alleen was het gewoon moeilijk, want je ja, gaat uitbinker Ronaldo ook. Want wij zitten hem de, er dichtbij, maar we zitten Ronaldo nog, wel nog steeds twee, drie stappen boven. Mm -hmm. die Maria sorry. is ook heel belangrijk geweest voor Real Madrid. Daarna Ben Benzema ook. Dus ik vind het voor Bil, het had misschien voor hem beter geweest, moest hij Ronaldo daarna weggaan. En hij was dan echt King of Real Madrid, dat ja. we daar misschien nog iets hoger hadden gezet. Maar nam hij, na, nam hij het echt serieus op, op het einde, rond het einde? Dat is het ding. Ik, ik heb it. het gevoel van niet. Nee. Maar ik denk ook, weet hij ook niet mee met het feit dat hij wel gewoon heel belangrijk is geweest voor jou, en heel veel goede moment momenten En toch altijd die kritiek kreeg van het is niet genoeg, maar ja. De verwachting was van dat hij hetzelfde moest doen als Ronaldo. Maar, maar dat is niet realistisch. Ik denk het ver, als je kijkt tussen de twee periodes, gaat MSN bij Barcelona, gaat Messi, Suarez, Neymar, maar je zag wel daar duidelijk dat ze alles aan Neymar hadden gaan geven. En bij Real Madrid was dat niet het geval. Nee, nee jij bent hier om Ronaldo te supporten. Maar je bent nooit echt die nummer één optie geweest. En ik denk dat dat voor hem ook wat moeilijker was. Want je komt met die 100 miljoen prijs tag. Je toont jezelf in die grote wedstrijden. En zelfs op die momenten word je niet gezien als een van de megas. Is dat moeilijk. Maar ja, het is moeilijk om te gaan shinen naast Ronaldo uiteindelijk. En daar zie je wel dat het voor Beel wat moeilijker is geweest. En dat zijn vooral moeilijker. Want ik denk dat als je deze beeld zet bij elke andere club, dat iedereen zegt van. Club Legend. Top 5 speel misschien all-time. Als hij hè, natuurlijk wel ja, voor nee. we speelt. Maar, maar we zitten hem er niet bij. Maar ik, 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 Allee, ik weet niet of dat misschien overdreven is of zo. Maar qua Britse speler. Hij moet in de lijst. Hij zit, hij, hij zit in de top 5. Hè. Hij moet in de lijst. zit in de top 5. Man. Dat is ook een heel interessante Ja, maar hij zit in, als een Britse speler voor mij, hij zit hij in de top 5. Hè. Mm -hmm. Want de jaren dat Real de Champions League wint. De, de, de trepeat. Hij was daar. Ja. En hij was ook de man ook daar. Mm -hmm. Ik zou niet zeggen dat hij boven Ronaldo was, maar hij was ook zeer belangrijk. Hij is altijd belangrijk geweest voor jou. Zelf, hij hij stapte op. Omdat Ronaldo geblesseerd was of dat hij niet kon spelen, mm -hmm. hij stapte op. Dat is een vrije trap, ik, want ze zijn in de beelden dat Ronaldo in de stand zit. Voilà, dus persoonlijk vind, ik, persoonlijk vind ik, ja, qua Britse spelers en impact dat hij gebracht heeft aan, aan, aan voetbal. 5, Want als je ook kijkt naar zijn statistieken in La Liga bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja Eerste seizoen, 31 wedstrijden, 13 doelpunten iedereen kan, en 9 assists. Dus iedereen kan zeggen, oké, okay, eigenlijk zijn dat, goede statistieken, dat zijn goede statistieken, maar je zit bij Real en Messi en Ronaldo hebben de bar van statistieken ja, hoog gedreven, dus ja. iedereen ziet dat als minder. Tweede seizoen, 23 matchen, 19 doelpunten, 10 assists. Dat is gek, hè. Dat is crazy. Dat is crazy, hè. Derde seizoen 19 wedstrijden, dus je merkt daar al van de blessures spelen een rol. En eigenlijk ja. bij 23 ook al. 7 ja. doelpunten, 2 assist. Het jaar daarop 26 wedstrijden, 16 doelpunten, 2 assist. Ik kan me inbeelden, dat is 15, 16, 17, 18. Op die momenten heb je dus al die doelpunten gescoord. Mm -hmm. Als je na die vier jaar nog steeds kritiek krijgt. En je zit met je prijs-tag van 100 miljoen, waar iedereen het ook altijd over gaat hebben. Want mm -hmm. we hebben nu voor dezelfde prijs als Ronaldo. Als het duurste speler op dat moment. hè? Ja, exact. Dan kan ik wel begrijpen dat een speler op dat moment ook afhaakt, mentaal. Maar ik denk dat hij ook gewoon. Plus de blessures. Je moet ook gewoon eerlijk zijn. met Madrid van zijn er wel een beetje toxiek want Jij kunt speelt eentje slecht en ze beginnen met fluiten en, en al die dingen. Maar is, is dat niet ook veel bij grote clubs die veel verwachtingen hebben? Ja, maar het, maar kijk, het, het kijk, feit kijk, dat ze dat ook... Gelijk United, dat, is ook een beetje, dat was ook een beetje hetzelfde vroeger ook. Ja, ja, maar het feit dat je, je zo'n speler hebt en hij heeft bijvoorbeeld La Decima gewonnen voor jullie. Want we gaan eerlijk zijn, als hij dat doet, het niet maakt, dit is een beetje, het is een beetje warm voor in Madrid. We gaan eerlijk zijn. Ja, ja maar, absoluut. Want, dus, nee, maar het was, dat, dat was de 2-1. Ja, nee, ja, maar hij ja, maakt... Ja, ja dat is de dat is, dat is bevrijdende doelpunt. Dat is voor, exact, mij, dat is voor mij het ding van, van. Ik ga nooit iets kunnen wegnemen van Cristiano Ronaldo. Maar Bill heeft het doelpunt gemaakt dat iedereen van Ronaldo verwacht. Ja. Oftewel het doelpunt van Ramos, ofwel doelpunt ja, van Bill. Ja, ofwel maakt Ronaldo de 1-1 of de 2-1. Ja. Maar het feit dat hij ja, het, het niet Bale was. Bill daarop staat. Dus hij is die guy. Is crazy. jij brengt basically Latissima. Want we gewoon eerlijk zijn, hij heeft dat gedaan. Oké, okay, Ronaldo heeft ah, in die campagne 15, keer gescoord. Maar Bill doet het. En dan kan het wel gewoon zijn. Even hoe volgende week. Dat je wordt uitgefloten in, um, in Bernabeu. En daar is het denk ik moeilijk voor spelers die bij Madrid spelen. Exact. Om daarmee om te gaan. Want pressure, ja. Een grote club. Ja, club. Een, club Is pressure, maar is ook wel een beetje. Ja, appreciatie naar je spelers toe. En dan, en dan inderdaad heb ik het gevoel gehad dat Bill. Ook met die hele Florentino-Perez situatie. Hij is gaan afhaken. en zeggen: van zeggen: Kijk, ik ga me focussen op golven en al die dingen daar want hij wordt gewoon ja happiness mm -hmm. uiteindelijk is uiteindelijk het belangrijkste. Je moet ook denken, ja, hij pakt gewoon vier sales op rij, crazy. Maar we vergeten van die jongen. vergeten dat Bill gewoon <laughs> in dat lijstje staat. We, ja, we maar, vergeten hem. Maar voor nee, mij hij heeft maar, vijf champions. Maar, League maar League. Kijk, maar, maar Brian voor mij die gast heeft vijf champions. League, voor mij Britse spelers. hij Zit hier in de top vijf? Ja, sowieso. En dan zou hij zeggen van, zou, zou hij van zijn eigen zeggen van, nee, ik ben de beste Britse speler. Niemand kan je zeggen. Niemand kan iets zeggen. Niemand kan gaat spreken van, je nee, overdrijft. Maar niemand gaat hem inzetten. Maar maar als je als je hem inzet, dat is niet gek. Dat wel niet gek zijn. Hij heeft een case. Hij heeft een case. Hij heeft een zware case. Hij heeft gewoon niet die longevity. Want wat hij gedaan heeft in de Premier League, voor Tottenham, top 4 halen. Je weet, je ja, weet ja, niet ja. wat Tottenham is. Maar in die, <laughs> die, die tijd was het moeilijk. moeilijk. In die tijd was het moeilijk. Het <laughs> was, ja, ja, ja. <laughs> was moeilijk. Ja, ja, ja. Nou, maar met Broesong en zo. Broer, alsjeblieft, man. <laughs> <laughs> Broer. Alsjeblieft. <laughs> maar hij is in 12, 13 player of the year met Tottenham. PFA. En, ja. en, en, en jong player ook, hè? Yeah, yeah. Hij, 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 dat doet was Ronaldo, ja, Dat is eerst naar Ronaldo, is naar Ronaldo. Hij heeft vijf Champions Leagues. Hij is drie keer oh, Spaans kampioen. Eén beker gewonnen in Spanje. Eén supercube. Hij heeft één uh, English League Cup met Tottenham, maar dat lijkt mij. Ja, maar dat is de eerste beker dat ze gewonnen hebben. Het is echt is de enige beker dat ze gewonnen hebben. Hij heeft drie UEFA supercups. En als zou zelfs nog kunnen toevoegen, gewoon voor de fun, ja. hij heeft zelfs in de MLS nog iets gewonnen. Ja, klopt. <laughs> maar zie, daarom dat ik zegt zeg van... Maar was, dan heeft hij ook goed weer een Maar hij was supergoed, zo, ja. Doen, okay. Maar als, als, hij, als, hij, als hij het wil, kan hij het altijd maar als, doen. Maar dat is het probleem. Maar dat is het probleem, hij Op het einde was een beetje luid te worden. Hij wilde niet, want hij het doen wat hij wilde doen. Want hij had niet gespeeld voor Real Madrid, maar... Ja. Toen het kwalificatiewedstrijd was voor Wales en zo was, was daar. Ik, ik, ik weet nog dat was zo'n dubbele barrage wedstrijd. Hij, okay, like, ja, hij heeft gezegd: "Oké, laaier." hij heeft heen en terug gescoord als ik me niet ja, dus ja, Hij geloof, was wel. echt afgehaakt, maar als je dan kijkt naar zijn palmares, heb je ook zoiets 40 van 40 doelpunten voor Wales, broer. Ja, dat wat ik net ja, Dat Hij heeft 111 wedstrijden, en 40 doelpunten voor Wales. Wales, man, Wales. En dat is het, maar het probleem is, Ik kijk nu naar hetzelfde. pagina. Naar, naar je naar de kijken en mm -hmm. hij is 35 jaar. En dat is waar hij hem heeft gekillt. Hij is 35 jaar. Maar dat kan ook Hij ook... zou nu op pensioen moeten gaan. Maar dat kan je ook, dat kan je ook zeggen van spelers gelijk Hazard. Ja, maar hetzelfde. Ik denk dat we Hazard in de long run... Nu is het nog fresh. In the long run gaan we hem niet daar zetten. We gaan hem niet rekenen als, als... je stopt op okay, 32. Maar ja. dan wil ik wel... zelden met Philippe Lame. We vergeten hem vaak in de sessie. Dan wil ik wel iets bespreken van... In ons collectief geheugen, en misschien is dat ook gewoon omdat wij uiteindelijk Belgen zijn, hebben we het veel vaker op... Over Hazard mm. en wat Hazard in de Premier League gedaan heeft, is ongelooflijk. Maar wat Beel heeft gedaan over zijn carrière. Ja, maar is het indrukwekkend. Ik... Maar ik denk dat je daar lager zit dan Hazard. Ja, maar het zou niet mogen. Maar, Want, maar, het het is dat niet omdat we, omdat we ook. Ja, Port-Bellig zijn? Nee, en dan maar. Van, ik, ik heb no wel het gevoel. Omdat Hazard no gewoon heeft met Chelsea. Nee, ja, niet per se daar. Hazard heeft meer een ploeg gedragen. Nee, hij heeft gewoon effectief. Ik heb niet gecheckt, hè. Gewoon gevoel. Ja. Hij heeft effectief meerdere wedstrijden gespeeld. Ik heb het gevoel dat Hazard meer heeft gespeeld. Bill is gewoon te vaak... Ik, ik kan mij niet het aantal seizoenen herinneren. Dat da, da, da Bill meer dan drie jaar. meer dan dertig seizoenen heeft gespeeld. Best gespeeld in ja, de competitie. ja, zwaar is waar. En dat is het ding met Bill. Daar vind ik het moeilijk. Zwaar. Ik kan Want zelfs zeggen. dat als hij als je... voor Real nooit dertig wedstrijden in La Liga heeft gespeeld. En, mijn, en mijn voor hazard. Tottenham En voor Tottenham ook niet. En met Hazard kan je makkelijk zeggen. Ik kan makkelijk zeggen dat hij op zijn minst één seizoen. Meer dan 30 wedstrijden. Ja, maar zwaar. Dat, en daar dat, onthoud dat... je gewoon. Oké, okay, maar. Wat had je gedaan voor Tottenham? Is wel een gek, broer. Ja, maar zelfs daarin. Like, ik denk, als hij fit was geweest, kon hij, nog, kon hij nog, 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 nog iets meer doen. Hazard heeft voor Chelsea enkel seizoenen met meer dan 30 wedstrijden. En dat is waar je onthoud bij Hazard. Ik is waar Hazard. Denk, palmarès ze kunnen niet praten met elkaar. Eentje zit in een andere kamer. Eentje zit in first class, andere in second class. Maar ik denk gewoon puur prestatiegewijs, dus dan halen we het trofeeën weg. Mm -hmm. Wat doe je in een wedstrijd zelf? Zet ik Hazard, jammer genoeg, mm. met pijn in het hart, boven mm. Gareth Bale. Mm. Ja, in een wedstrijd. Ik, ik heb me meer momenten in van Hazard. In de wat, ook wel, wat ook wel interessant is, is dat we nu... Hè, we maken een case voor Gareth Bale en we hebben het over zijn iconische momenten in de Champions League. Maar hij heeft eigenlijk, als je objectief gaat kijken, heeft hij enkel die momenten. Want als je gaat kijken naar zijn seizoenen in de Champions League, hè, eerste seizoen met Real heb ik het dan. 10 mm -hmm. wedstrijden, 2 doelpunten. 8 mm -hmm. wedstrijden, 1 doelpunt. 8 wedstrijden, 2 doelpunten. 7-3, zeven, 7-3. Drie, zeven, drie. En dan 3-0-3-0. Drie, nul, drie, nul. Hij heeft geen streaks. Maar, dus zeven, hij maar eigenlijk 7-3 zeven, zeven is deftig. Hè? Kijk, weet je is Deftig, hè? bro. Als aanvaller van Real Madrid. Bro, je hebt een boy naast jou die er 17 is voor de 15. Bro, kijk. Tien, ik, ga uitleggen, ik, ga uitleggen, ik ga uitleggen, kijk. Bill. Is de ster. Echt in de lucht een ster. Ja. Jij ziet hem, jij ziet hem niet. Hazar is de man. Je ziet hem zo vijf, zes, zeven dagen in het jaar en daarna hij verdwijnt. Beel heeft gewoon topmomenten. Dus daar springt in je gezicht en je onthouden, ja. Ah, omhaal, doelpunt, dat, dat, dat. Maar ik heb wel met Hazar veel meer momenten gezien. Dus hij is meer consistenter geweest. Ook al is het heel raar, want ze stoppen elke op hetzelfde moment. Ja. Maar ik vind dat Hazard meer consistenter is geweest. Maar ik geloof oprecht dat als Bill fit was, dat we dat gesprek niet hebben. Maar gewoon puur omdat hij nooit echt fit is geweest, stopt het gesprek. Want hij kan niet meer geven wat hij nu heeft gegeven. En dan vind ik het. Oh nee, als je vergelijkt Hazard met andere speels, we hebben vaak ja. Hazard-Die Meret gehad. En dan kan je zeggen: oké, dan spreek ik mezelf tegen. En dan zeg ik inderdaad: Die Maria heeft nog meer consistentie De... gehad. Maar Hazard, hetzelfde met die discussie over 30 wedstrijden of dat je wel, wel of niet hmm. meer hebt gespeeld, spreekt gewoon boekdelen. En dat is het jammer voor Bill. En dan vind ik het eigenlijk... Ergens vind ik het heel spijtig, want ik vind Bale inderdaad de ultieme grote momentenspeler. Ja. Finales, Copa del Rey, Champions League, of matchen met Wales, of hij moet zich kwalificeren. Ik, hij is hoog. daar, hij doet het. Maar ja, dan inderdaad willen hebben dat hij ook consistent gewoon een volledig seizoen dat doet, zoals hij voor Tottenham één seizoen heeft gedaan. Had je voor Real ook willen zien. En ik was aan het denken, omdat ik zo nu die statistieken zie, dacht ik van ah, ik ga eens kijken naar Neymar dan bijvoorbeeld. Ja, maar het is iets anders hoor. Nee, nee, omdat Neymar ons ding ook is van, hij is altijd geblesseerd. Dat is, dat is nee, PG, nee. hè? Nee, nee, of het nu Barça of PG is, ja. ons ding in ons hoofd is altijd Neymar, te veel blessures, hij is ja. nu ja. blessures hebben hem genekt, ja. al die zaken toch, ja. snap je? Maar zijn eerste jaar met Barca in de Champions League is 12 wedstrijden, 10 doelpunten. Ja maar ja. dat is nee bro, dat is ja, een level bro. Ja maar we zitten, we daar net. Zei, ja. Het was wel op een gegeven moment, het was MSN en BBC, ja. was, Maar het was wel een ding Ik van, doe. dat was wat we aan het vergelijken waren, snap je? Hmm. En daar heeft Neymar wel gewoon in dat eerste seizoen meteen zo, ja die. En dat is het ding met Beel. En hij heeft ook een Champions League finale doelpunt en, en al die zaken. En de enige case dat we nu... Weet je wat het tegenover? En zelfs bij PSG, sorry hè? Nee, geen probleem. Bij PSG, omdat het gaat over blessures, hij speelt eigenlijk gelijk aantal wedstrijden als Beel. Maar hij speelt tot februari met Neymar Ja, maar hij heeft hm. 7 altijd, en 6, ja. hij heeft 7 en 6, 6 en 5, 7 en zes. En ah, Neymar speelt altijd tot februari. Maar het, het, het punt dat ik wil maken, en het is goed dat je Neymar opbrengt, is wij zeggen altijd, bijvoorbeeld Neymar bij PSG, als hij fit was, dan had PSG sowieso... Iets meer gewonnen. Mm. Een Champions League, of whatever, hè? als hij fit was, of met okay. Brazilië. Oké. Okay, oh. ja. Met Beel kunnen we dat niet zeggen, want dat zat bij Real Madrid, dus hij heeft al die prijzen. Ja. Dus ik kan nu niet zeggen, als Beel meer had gespeeld, kon hij meer winnen. Maar ik geloof oprecht. Zet Beel bij een andere ploeg. Die de deel die we hebben, scoort ja, wint niet het aantal prijzen. En dan gaan we zeggen, als Beel meer fit was geweest, dan had ik zou mij zeggen, ik ga gewoon een mm -hmm. domme pakken. Hè? Arsenal. Hè? En Dan had Arsenal wel de Premier League. Kon, of dat had Arsenal Want Pop. dat is de vraag die ik ging stellen. Maar ik dat is zou, zou, hem bij, zou, zou hij die, die zomer niet vertrokken zijn geweest voor Real en zou hij, zou hij naar United zijn geweest? Ik denk dat hij. Dan denk, denk ik. Denk echt... Zou United de, de, de zo, allez, die consistentie. Ik denk dat hij prijzen United, pakt. Ja. Maar ik denk dat we ergens gaan zeggen. Als hij meer fiets was geweest. had United waarschijnlijk twee keer meer de Premier League. Wonen. Dat is wat ik wil zeggen. Snap ik goed? Ja. Maar ik denk wel. Op, op, sorry. sorry. Mm -hmm. Op zes seizoenen. Pakt United twee keer de titel met, met Bale. Maar van vier van de zes is hij heel veel gepubliceerd heel geweest. Is hij andere vier fit? Pakken ze waarschijnlijk nog twee meer. Maar dat is, dat is maar het, dat Madrid, een groot probleem. Is dat gewoon doen. niet gebeurd? Want je gaat, gaat Ronaldo en ja. gaat Benzema. Dat is wat op, ik op, ging zeggen. Ploeg, ja. Kijk, hè, dat is wat ik ging zeggen. Ik denk dat een feet, Bale, een volledig fitte Bale bij Real Madrid, gaat niet per se een zwaar andere carrière hebben. hebben. Nee. Waarom? Omdat Same. we. Omdat we we zitten we, hier. Ja, en we zeggen inderdaad van, eh, hij zou overgenomen hebben van Cristiano. Dat kan zijn. Maar we hebben gezien wie Benzema bijvoorbeeld was onder Cristiano. En wanneer Cristiano weg was en we hebben gezegd aan Benzema, toon jouw echte gezicht, hebben wij een Ballon d'Or jaar gezien. Maar iedereen Ik weet, weet dat niet of Benzema beeld... zo was, toch? Ja, maar je moest het zien. Benzema. Maar je moest het toch een beetje. Als voetbal voelde het, ja. Je weet wat die spelen, maar die fietsen al. Maar om maar te zeggen, dus het, niet, het is niet vanzelfsprekend dat Beel de sleutels ging krijgen. Want er liep daar een andere psychopaat rond met de naam van Benzema. Als zelfs die Marie heeft de sleutels niet Bale, gekregen, hè? Voila. Ja. Had Beel naar United geweest, bijvoorbeeld, je met de verspreken. hele Van jij bent nog de toen... ster. Ja, het maakt niet uit. Gewoon met de hele Jij bent de ster. Wij zijn de grootste Engelse club. We hebben terug een Britse superster. Jij bent fit en jij krijgt. nummer 7. Jij krijgt alle vrije trappen. Mm. Ja. Mm. ja, maar dat speelt. Dat speelt mm. in de. In je hoofd dat speelt. Jij zijn nummer 7. Jij trapt de vrije trappen. Jij trapt mm. dit, dit dat, dat. En we geven hem zo'n club en we zeggen van, hey, jaag achter die andere boys. Ik geloof echt dat Beel een andere carrière heeft. Beel had een bal door gewonnen, moest hij niet naar Real Madrid zijn geweest. Ja. <laughs> dat, dat, dat is gewoon de statement. Als Beel niet naar Real was geweest, had hij een bal door gewonnen. Denk je dat? 100 Beel bij United? Ja. Ja ja ja. Be ja maar ja, ja, ja. Elke ploeg dat gewoon een ambitie heeft om een prijs te pakken en, en je hebt, hij is de man hij, en gaat geen speler die missie of Ronaldo noemt, had een ander noemt. Hij gaat sowieso ombalden, maar hij is de man, ja, ja, ja. Hij sowieso ombalden, gewonnen. want Al is het nu, hè, he? Had maar, het sowieso een, maar maar een tegenargument daar zal zijn van: ik zeg nee, omdat Neymar er ook geen heeft. Okay, gewonnen. Oké, ja, en ik zet Neymar ja nog maar waarom heeft Neymar niet gewonnen? Omdat hij bij Mission zat, nee, zelfs bij PSG. Ja, maar dat wel. was niet dezelfde Neymar, dat is niet we moeten eerlijk door. zijn. En het ding is, hij won niks, ja, hij won Ligue 1. Maar hij wordt niet. Deze show noemt Champions Classics. Er is voor de reden geen PSG persoonlijk. Maar moet ik iets zeggen? Bij Neymar, bij PSG, persoonlijk, ik voel hem beter dan bij Barcelona. Nee, ik vond hem een betere speler. Ik vond hem ook. Completer. Maar completer. Jawel, completer. Jawel, hij deed what he wou wanneer hij wou. First season. Ja, Ik blijf Ik blijf bij... What he wou wanneer hij wou. Neymar seizoen 1 bij PSG. Wat is wou wanneer hij hij heeft niet de grote oorgonen. Absoluut. En dat is nee. het probleem. En ik ja, denk dat wel zo. dat Bill bij een United meer kans had gehad dan hij maar bij PSG. Klopt. Om nog eens een Champions League te halen. En dan dan denk ik denk ik, ik maar klopt. is dat te maken met de club of met de speler? Ja, de club, de, de environment, de spelers er rond. Want ik denk ook wel dat een United dat een kan halen zorgt ervoor dat. Wat hij nodig heeft staat. Want in, in, in hij, 20, hij, 2000, wow, 2000 hoeveel was dat? 13. Hij ging er 13. Super in 13. Stelzen, in 13 was van Persie daar, ja, ja, nog. Van Persie Rooney. Ja, Ferdinand was dat nog nog of niet? Ja, naar het einde. Maar hij was aan het nog einde? Nog maar hij was ja, maar zo, een aftakel, zo maar die die Champions League. Die core was, was er nog. nog. Ja, want we hebben toen tegen Real Madrid verloren. Doelpunt van doelpunt van Modric. Oké. Ja, die okay. core was er nog. De gekke vraag dan, ondanks dat hij vijf Champions Leagues wint met Real Madrid. Ja. Was Real Madrid de juiste keuze? Ja, <laughs> ja. 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 Bro, bro, bro. Ja, hey, man. Want, wij... ja. <laughs> ja. Is... bro. Wat weten we? Ja, bro. Wat Ja, bro. Tijdens, bro. Validified. Ja, man. Wat zegt hij zelf over Kane, bijvoorbeeld? Hij heeft niks. Hè. Want hij... hij heeft gewoon niks. Je kunt niets aantonen. Ja. ja, ja. Maar hij heeft er maar eentje nodig. Hij heeft er geen vijf nodig om zijn case te maken. Nee, nee, nee. Maar, ja. hij, maar zelfs Bill met één of twee heeft hij een he? Ja, Dat dus dus is mijn vraag. Maar Bill met één of twee heeft hij ja. al een Kees. Okay, dat is Voor mijn vraag. Als Bill. Hij moest gewoon daarna diep. Kijk, Beel heeft er nu Westmead. Na, vijf. Vijf. Na zijn derde moest hij gewoon ciao. Beel heeft Westmead. Vijf 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 yeah. Ja. Yeah. Huh? Maar omdat Benzema, Cristiano, da, da. Ik geloof dat eentje met United in zijn legacy even hard door. Ja, maar zonder hij met Ronaldo speelde. Want als hij alleen zit bij de Madrid, zitten wij hem daar. Nee, want er is Benzema, bro. Ja, maar. Ja, maar dat is anders. Oké, okay, maar dan is het, dan is het gewoon inbeelden. Oké, okay, wie van de twee ging dan meer alfa zijn? Oké, okay, dat weten we niet. Kunnen we ook nooit weten, want dit is wel de ultieme. Ja. Oké, okay, vas die. Dus tien jaar berellen ja. we als, 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 als Ronaldo niet daar is, dan is het tussen die twee oké, okay. maar dan zitten we bij nog steeds daar. Hm. In de buurt. Sowieso, sowieso. sowieso, sowieso. In de buurt. Sowieso. Maar het, het feit is gewoon van. Dat, en hetzelfde met hè. het feit gewoon omdat je ploegmaat gewoon de meest psychopate speelers waren in, in voetbalgeschiedenis, krijg je niet de herkenning. Ja. Beseffen. Spijtig hè? Want, 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 want uh, als we kijken naar ballon toen en nu. Big maar Bill was er altijd, hè? Hij was altijd hier in top 10. Bill was een probleem en we hebben een gedisrespect. En ja, niet ik, want I loved Gary Bill. <laughs> en daarna is hij teruggekomen naar Spurs, nummer 9. Dat was een beetje raar om te zien, ja, maar hij is teruggekomen. Hij was een beetje vermoeid, maar oké. Okay. Maar ja, die Bill bil bij Real, was zo de middle child. Ja, hij ja, ja, was gewoon die middle child. Dat is niet. was gewoon de middle child. Hij ja, ja, is daar gewoon, man. Ja, ja. Ja, hij is daar gewoon, man. Ja, Hij scoort af en toe, maar ja, kom. Dan, dan, dan heb je iemand zo van. Maar hij, veel ja, okay, hij heeft wel de finale gescoord. Ja, oké, man. Maar heeft hij meer gebracht? Ja, snap je. Ja, dat is, ja, best 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 he, is ook zo. Dat is een Zo, challenge geworden. crazy. Ronaldo is de big brother. is hij, hij kreeg gewoon de schoenen zo, ja. van fantasie. Ja. Maar als we dan kijken naar Champions League history. en dat is misschien een vraag die we ons kunnen stellen. want dat kan eigenlijk misschien een aparte episode zijn. van ja. in namen die wij misschien te hard nu onderschatten. of niet het respect geven dat zij verdienen in die competitie is Beel dan de ultieme nummer één? En ik ga zeggen waarom dat ik die vraag stel, omdat ik ook deze week iets zag van ik denk dat spelers als Inzaghi of Raoul waren die zo zeiden van zo ja door Ronaldo en Messi en dan waar nu allemaal komt lijken onze statistieken alsof dat wij bums waren mm -hmm. terwijl we waren de guys, broek, no. snapte? Maar als je dan kijkt naar een Beel, ondanks zijn palmares, geven we hem niet die shine en die credit, maar is hij de nummer 1 van spelers die wij in de Champions League historie echt onderschatten? Nee, hij is daar. Nee, hij is twee. Hij is daar. Ja, hij is twee. Wie is één? Nee, ja, ja. maar man. Nee man, ik niet onderschat. Nee maar was is gewoon. Nee maar was gewoon. de man. Nee maar. Als we nu besproken over Neymar, op zijn echte, een die. Voor mij was maar disrespect hè. Mensen, mensen ja, dat is Want voor mij, voor mij, er, er was er Maar was... wie wordt er meer gedisrespect? Beel of Nee maar? Nee maar man. Neymar, man. Ja, dat waar, Bro, het blijft nog altijd, bij mij is het zo. Ronaldo, Messi, <laughs> en daarna, daarna, Neymar, en de rest daarna. Er is een... Maar het ding is, eigenlijk niet. Want tenminste, we praten over Neymar, Beel, we zijn vergeten. Ja, dat is Niemand waar. Niemand praat meer over Beel zijn is echt gewoon, Beel ja. is achterhoofd. Ja. Snap je? Zoals mensen zeggen, Beel was goed, maar... Eh. Nee, maar het ding eh. is... Kijk, als we praten over zo... Wat, was, wat, 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 wat ging de top drie zijn? Eh? Uh -huh. Messi, Ronaldo, 1-1, We gaan niet die discussie hebben. Uh, Neymar was twee. Uh -huh. Niemand praat. Niemand. Het, feit dat Neemar, drie, het, feit, het feit dat Nema in een gesprek was, was al iets. Mm. We hebben Beel nooit in de buurt van een gesprek gezet. En het gekste, en, en daarom man. zet ik Beel op één, is: ik vind het nog gekker, zelfs zo, hoe snel. Want hij is vroeg op pensioen gegaan. Hij is nu misschien twee jaar op pensioen of zo? Of een jaar? Tjom. Nee, langer. Lang, no, no, drie, 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 jaar. Hij is op zijn 31, gestopt gewoon. Hij is gestopt, okay. F F F F gestopt na. Ik kan dat eigenlijk gewoon zien. Ah, nee, 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 nee. MLS. LFC. LFC. Maar hij had nog WK gespeeld. Daarna heeft hij gestopt. WK of EK? EK, denk ik. Een toernooi. Ja, een internationaal toernooi. Dat, dat was gewoon de laatste. want de laatste toernooi waren allemaal nul. Dat was de laatste. Ik meteen kijken. Wales 21, LFC 22. Dus laten we zeggen, twee jaar. Hij is twee jaar gestopt met voetballen. En gespeeld ook. Wilst dat toch in de WK? WK? EK, bro. Nee, EK. Ah, nee, WK. Ja, hij was daar. Was hij Qatar daar? Hij heeft gescoord. een doelpunt. Ik zeg jou! Boei! Maar ik zeg toch, we hebben geen winst. Er is team, bro. Dat is wat ik ging zeggen. Dat is crazy. Maar dat is wat ik ging zeggen. Ten eerste. Hij heeft Wales naar een WK gebracht. Hè? Twee EK's. WK-kwalificatie, zeven wedstrijden, zes doelpunten, drie assists. Mm. En dat is in 2021, 2022. Dus dat is in het jaar dat wij beschouwen: van... hij is mee... gestopt met voetbal. Ja, met voetbal. Hij is gewoon mee aan PGA-tours en zo. Maar hij had zoiets van: ah, jullie willen eens naar een WK gaan? Ik fix dat. I gotcha. mm. wa wa Waarom ik zeg dat hij de nummer één disrespected speler is, <laughs> misschien zelfs alle tijden, is. Ga akkoord, bij de way. Hoe snel wij na dat allemaal hem vergeten zijn. Ja, ik Niet het feit dat we hem vergeten zijn. Ja, ja. Hoe snel? Dat is maar twee jaar geleden, hè? Ja, ik, nee, dat is crazy. Ja, nee, man. nee, ja, ja. ja we ja, zijn onvergeten. Ja, we ja, zijn ik denk, vergeten. Denk, denk, We hebben daar de kantje. Nee, maar hoor. we bespreken. Nee, maar is nee, maar hè? We maar, hebben daar ja, kantje. Wij spreken nu nog over Hazard van. Ah, ja, Chelsea. Terwijl als je eerlijk bent, het laatste goede jaar van Hazard is ver. Ja. Is ver. 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 Maar Bill heeft in zijn allerlaatste juice dat hij nog had in zijn lichaam gezegd: Ik neem Wales van alle ploegen naar het WK. Kijk man, Ramsey was ook al DD in 2019. Maar crazy. Ramsey was ja. klaar hè? Hij was klaar hè? Dus, want even hulp gehad van Ramsey, maar op dat moment was het terug. Ja, broer, broer dan... hij, had, hij had de keeper die Hennessy noemde. Als je man. Als je man. Als die Hennessy That's noemde. Crazy, ja, maar, nee, dat is man. Nee, maar kijk, want, want dan kun je ook spreken over, bijvoorbeeld Haaland en Eudegaard zijn twee topspelers. Maar nog niks. Die misschien dit nooit gaan doen. Nee. Top Ik haal het. De K, de had, het de he? misschien nog lukken. Maar, het is al maar WK 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 dat is al vier dat ze proberen. Dat is, al, dat is, al, dat is, al, dat is vier jaar dat ze proberen. Ja. Hè? Ja. Dat vier jaar. WK. De twee EK's daarvoor. Ook dat is al, dat is al vier jaar, die, meer dan vier jaar dat hij proberen. Maar het nee. ding is wel, wat, wat, wat heeft gedaan. Hij heeft heel veel verwachtingen gezet op spelers als Ronaldo. Op spelers als Zlatan, Zo die one-man stars ja, in in, in landen. Want hij zei van, als ik het kan doen met Wills, dan, dan moeten jullie dat ook weet. doen, dat je kan je met, meer doen. met meer kwaliteit. Zijn maar dat, dan, echt, dat is geen excuus Ik je hebt geen excuses meer wanneer dat je zegt, we, we, daarom hebben we ook geen excuses voor Haaland dan zeggen ze ook van, oh Haaland ja, kan ik kan WK niet, ja. niet halen. Nee, andere spelers hebben dat gedaan, ja. ja. Ibra heeft, gedaan. Ja. heeft ja. het gedaan, Ronald ja. heeft ja. het ja. gedaan. Ja. Bill heeft dat ja. een beetje gedaan. Ja. Bill heeft het ja. echt gedaan met mijn ne bumps nee mijn bums, broer snap je dan waren gewoon negen bloemsticks en Bill en en Ramsey gaan erik zijn maar dat was zo so... was Ramsey was was met was Ramsey met één hamsteringen ja was Ramsey was snap je nee Ramsey voor Wilson was zo nee Ramsey ja Ramsey Van vanavond was hij zo ja man maar wanneer hij vertrokken was naar Juventus is klaar hè dat was dit, hè? maar het ding is ja ik ken geen dit jokes Marco Ramsey, want had zo die hele zo: ik scoorde mensen hey, ja, sterven. Ja. Ja. Ah, damn. Allee, ja, zo, maar dat is zo, zo 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 bij celebrity. Hij heeft er 16 gedaan en er waren 16 mensen gestorven. Dat is crazy, is yeah. crazy bro. Yeah, yeah, yeah. Hij scoorde mensen stierf. Brian, Bob, kunnen jullie bedanken voor vandaag. Bob Brian, kijk ik eerst naar Bob. Maakt dat? Oh uit? my days. Ja, man. Bob Brian, <laughs> kun je jullie bedanken voor vandaag. Dit is best wie bro. Kunnen bedanken voor vandaag? Dank je om er te zijn, dank je om weer een Champions League Classics. Ik heb je classic, sorry, episode erbij. na naar Proximus, man. Het was leuk om in jullie archieven te. En ik ga nog niet spoilen wat de volgende is. Maar de volgende, de volgende is. Zijn. De volgende episode is eentje dat Brian en ik echt in ons hart heel goed hebben warm gehouden voor een speciaal moment. Ik ga niet zeggen over welke club het gaat. Ik ben er niet. <laughs> en ik weet niet over welke club het gaat, maar ik ben er niet. En ik zou er niet zijn. <laughs> Dank je. En natuurlijk het belangrijkste aan de kijkers en luisteraars. Dank je om het te checken. Abonneer op alle kanalen. Laat een commentje achter. En we zien jullie voor een nieuwe episode. Very soon. Dag,